leven in de vreze des Heren. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heren is voor degenen die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Leven is een kunst, althans het bewuste leven. En ook deze kunst wordt slechts door oefening verkregen. Ook in natuurlijk opzicht is er wel een verstaan van deze waarheid. Hoeveel er mensenleven wordt verwoest, omdat daarin de oefening ontbreekt. Dan is er wel een veelheid van menigerlei begeerten, maar de kunst wordt niet verstaan om die velerlei begeerten te concentreren, samen te trekken op het ene grote levensdoel, dat aan het leven vermag te geven, stuwkracht en bezieling. En de grauwheid van vele mensen bestaan vindt in die karakterschaarste, in dat gemis aan concentratie, is zeer vaak haar verklaring. Dan kan er wel wezen een beloning van veel ijver en een zich wijden aan velerlei belang, maar dan blijft toch de levens- en arbeidsvreugde uit. En is het ijveren zonder invloed. Het laat geen spoor na. En het is niet zonder betekenis wanneer zij die werken aan de vorming van mensen allereerst wijzen op de noodzakelijkheid van de vereniging der begeerten op het ene grote levensdoel. Wat nu geldt voor de natuurlijke mensen, geldt nog in veel sterkere mate van het menselijk zielenleven dat door de Heilige Geest veranderd is. Ook het leven van het geloof leidt zeer ernstige schade, kwijnt in gebrek aan blijdschap en wordt in kracht gebroken naarmate de concentratie ontbreekt. Het woord des Heren geeft hiervan getuigenis. Wanneer David verklaart in de levensdonkerheid en zijn kracht is ingezonken, dan bidt hij in de 86e psalm om dit grote. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Hij bidt om de samentrekking van zijn zielsoverleggingen op de Heer en op zijn woord. Hij bidt omdat wat het geheim is van de blijdschap en de kracht der gelovigen, de vreze des Heren. Waarlijk, hier wordt de oorzaak aangewezen van ons veelvuldig ingezonken zijn en van onze kleine kracht. Wij kunnen wel bezig zijn met velerlei, ook in het Koninkrijk Gods, maar wij komen daardoor niet tot blijdschap en waarachtige krachtbetoon, tenzij dan dat ons ijveren opkomt uit de vereniging onze zielsoverleggingen op de Heer en zijn woord, tenzij dan dat de vreze des Heren het geheim is van ons leven. En tot die vreze des Heren moeten wij ons oefenen, telkens weer. Want de praktijk staat deze vreze des Heren zo tegen en is ook in het leven in het Koninkrijk Gods zoveel dat onze aandacht vraagt en dat onze aandacht ook waard is. Maar de zielenverwoester wil het al gebruiken om aan onze ziel schade toe te brengen.
zodat wij ook weer raken in armoedige ledigheid dergenen die eenmaal zullen zeggen: Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam vele krachten gedaan? En die toch vreemd zijn aan het leven, omdat zij vreemd zijn aan de vreze des Heeren, die wel weten van het koninkrijk, maar vervreemd zijn aan de koning. Daarom is het doelbewuste oefening, tot de vreze des Heeren zo zeer nodig voor al Gods kinderen. Wij zoeken ook in nu die oefening in de overdenking van het woord des Heeren dat ons verkondigt. De genieting des levens voor degenen die de Heere vrezen. 1. Doordat zij hun weg weten te kiezen. Doordat zij daarin het goede des Heeren genieten. Doordat zij de verborgenheid des Heeren kennen. In de 25e psalm komt tot uiting de zielenworsteling van David in het zoeken van de vergiffenis en de bewaring des Heeren. Het is een psalm waarin het geloof in Gods ontferming inworstelt tegen het neergebogen zijn onder zonde en levensleed. En waarin het geloof overwint. Waarin telkens weer de jubel om de goede tierenheid des Heeren triomfeert over de klacht. Zo breekt ook in het 12e vers een stroom van hemels licht door. Als David na de bede om vergeving zijn ongerechtigheid nu spreken gaat over het rijke leven dergenen die de Heere vrezen. Hij wil daarop al de aandacht van Gods volk richten als hij zegt: Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Wanneer hier gesproken wordt van de vreze des Heeren, dan wordt daarvoor gebruikt een woord dat aanduidt de eerbied en aanbidding. Zie, er is in het leven der gelovigen zoveel armoede en donkerheid, omdat hun harten de vreze des Heeren zo missen. En zo zwak is. De vreze des Heeren is nog iets anders dan de kennis of gevoelsontroering. De vreze des Heeren is de zielenspanning der ootmoedige aanbidding. Wanneer deze verslapt, daar moet de levensgenieting schade lijden. Ook al kunnen we dan nog wel praten. Of al zijn we dan nog wel ijverig in betoon van velerlei actie. Maar de vreze des Heeren verzwakt. Daar moet de donkerheid heerschappij gaan voeren. Want de vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid en der wetenschap. Waar de vreze des Heeren ontbreekt, daar ontbreekt de kennis. En daar maakt de kennis die daar is slechts opgeblazen. Daar ontbreekt de ootmoed, de zachtmoedige en de nederige geest waarbij de Heer woont. En daar kan alle bearbeiding voor dit gemis geen vergoeding geven. Zoals de muzikus de melodie in zijn ziel slechts kan vertolken op de strak gespannen snaren, zo kan de Heere zijn heerlijkheid slechts tonen in de harten, waarin hij door zijn geest de vreze heeft gewekt, de zielenspanning der aanbidding. Nee, waarlijk, deze vreze, die het beginsel der wetenschap is, die de wortel is waaruit alle kennis des levens opbloeit, heeft
met het angstvol sidderen niks gemeen. Zij is de zalige zielsontroering, waarmee Adam in het paradijs wilde de stem zijns Gods beluisterde. Zij is als de diep ontroerde zielsverrukking, waarmee de bruid haar bruidegom tegentreedt, als al haar gedachten en overleggingen zijn saamgetrokken op de ene die haar verkoren heeft. De vreze des Heeren wordt geboren uit een duidelijk besef van de tegenwoordigheid des Heeren en komt tot uiting in die gestalte van verlegen zielsbewogenheid. Wie ben ik, Heere, en wat is mijn huis? God is in de hemel en wij zijn op aarde. Dit is de man die de Heere vreest. Dit is het teken van het leven waarover vertroostend uitstraal het licht van Gods ontferming. En als de Heilige Schrift de rijkdom tekent van dit leven in de vreze des Heeren, dan noemt zij allereerst dit: Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. In dit door de Heer onderwezen worden in de weg die wij hebben te verkiezen, is het allereerste teken des levens. Dit is ook de overeenstemming met het karakter en de vreze des Heeren. De vreze des Heeren richt zich op de Heere zelf. Gelijk vers 15 zegt: Mijn ogen zijn gedurig op de Heere, want hij zal mijn voeten uit het net voeren. Wie waarlijk in de vreze des Heeren ontmoet, die kent ook de stilheid van het gespannen wachten op het woord van zijn mond. Die is bevrijd van de dwaasheid der dolende schapen die gaan in hun eigen weg. Die weet de weg niet meer en die verstaat ook dat hij de weg niet weet. Die kan niet voort, tenzij hij weer hoort de stem van de herder. Zie daarin vertonen degenen die de Heere vrezen het kenmerk dergenen die wandelen op de smalle weg. En dat kenmerk is dat zij telkens weer moeten wachten. Dat is hun weg, de weg weer moet worden gewezen. En dat zij dan hun weg weer kunnen kiezen. Daarom zijn de wandelaars op de smalle weg in menig opzicht niet de praktischen. De praktischen en makkelijken zijn op de brede weg, de weg die niet behoeft gezocht te worden, maar die men zomaar kan ingaan. Daar gaat men vanzelf met de beweging mee, maar deze beweging leidt ook naar het verderf, of alleen naar het verderf. En heel de praktijk werkt daaraan mee. Het leven dat opkomt uit de vreze des Heeren is echter van een ander karakter. Ach, al ons praten en doen, ons weten van de weg duurt slechts zo lang als wij niet zijn ingegaan in het heiligdom. Zolang wij niet in aanbidding zijn neergevallen voor de Heere, de levende God. Ach, dan is het met ons praten uit. Dan leggen wij de hand op de mond, dan wordt de Samuels bede in ons geboren. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Het ware kenmerk van de vreze des Heeren is altoos de gehoorzaamheid. Het stilzetten van onze ziel, niet in dode lijdelijkheid, maar in de levende spanning van het wachten. Het wachten op de Heere, opdat we zijn weg moeten verstaan. Dit
dat kenmerk van het wachten op de Heere zal moeten blijven bij al degenen die hem vrezen en die zijn naam belijden in deze wereld. Waar dat kenmerk niet wordt gevonden, daar is nu in waarheid de verwerkelijking gekomen. Daar is de ere van het christelijk leven weg. Ook al worden daar nog christelijke vormen waargenomen, indien niet hierin, waarin zal het dan uitkomen dat wij Gods volk zijn en dat de Heer ons bij naam kent? En wee ons als wij dat wachten zoeken tijdverlies achten. Welke verwachting zou er toch zijn voor een praktijk die uit dit wachten niet opkomt? En zo komt dan de onderwijzing. Daar is al heel wat kwaads van gezegd. En daarvan wordt nog steeds veel kwaads gezegd door allerlei mensen die vroomheid drijven, maar die toch vreemd zijn aan de vrezen des Heren. En de onderwijzing is ook zonder de vrezen des Heren niet te verstaan, want de vrezen des Heren is het beginsel der wijsheid. En waar het beginsel ontbreekt, daar kan de vrucht niet rijpen. Maar waar het beginsel is, daar is een roepen om verzorging. En waar de vreze des Heren is, daar is een roeping. Een roepen om onderwijzing. Daar is de onderwijzing ook vruchtdragend, want daar is een akker die bewerkt kan worden. Dat is het eerste teken van onze rijkdom, dat de Heere zijn woord over ons uitroept, dat hij ons maar niet door laat lopen, en iegelijk naar onze eigen weg, maar dat hij ons zijn weg laat zien, de weg waarin het leven is en die tot het leven leidt, omdat het de weg Gods is. Wel is er een grotere rijkdom dan zo onderwezen te worden door de Heere. Wel is er geen grotere rijkdom dan zo onderwezen te worden door de Heere. Daarin worden wij geestelijk vrij. Dat is het zaligmakend werk dat God in Jezus Christus aan al de volken verricht heeft. Dan zijn wij niet langer dienstknechten van mensen, voortgestuwd door de stroom der dringende menigte, maar daar kennen wij de vrijheid der kinderen Gods en wandelen wij in het licht des Heren. Nee, daar zullen wij geen houding aannemen alsof wij de enige zijn die onderwijzing ontvangen. De Heere is de God van zijn volk en hij is de herder van zijn kudde. En wie zich bij dat volk en bij die kudde niet wil houden, die toont daarin niet het kenmerk van de vreze des Heren. Die eerbiedigt immers niet des Heren bestel, waardoor hij na zijn verbond zich een volk vergadert. Die kan de wilde van de weide niet genieten. En dan zullen wij geen houding aannemen alsof wij de eerste zijn die onderwijzing ontvangen. De Heer heeft al de eeuwen door zijn volk geleid in zijn waarheid. En wij zullen de banden niet miskennen die ons binden aan de geschiedenis en aan de kerk aller eeuwen. Hier is ook een roeping om te strijden voor het geloof dat de heiligen is overgeleverd. Maar toch is dit het kenmerk van de vreze des Heren, dat wij bewogen worden niet door de beweging der gelovigen, maar dat wij volgen, omdat wij de herder kennen.
hem volgen, overmits wij hem eigen zijn. Als we daarvan niets kennen, dan kennen we ook niets van de genieting des levens. Dan zijn we nog maar dienstknechten van mensen, bruikbaar voor vele dingen, doch vreemd aan de vrezen des Heren. Zie, dat is onze grote schat. Dat is het kleinood onze geestelijke vrijheid. Dat is het geheim dat de wijzen en verstandigen verborgen is, maar de kinderkens is geopenbaard. En daarvan geldt het, al gaaft iemand al het goed van zijn huis voor deze schat, wij zouden hem ten eenenmale verachten. Dat is de rijkdom dergenen die de Heere vrezen, der vrijgemaakten die God ontmoet hebben in zijn ontferming in Jezus Christus. Dit karakter der geestelijke vrijheid die opbloeit uit de vrezen des Heren, komt nog verder uit. Als hier in de psalm gezegd wordt, hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te gaan. Daarin komt zo duidelijk uit dat de onderwijzing die de Heere geeft aan degenen die hem vrezen, een onderwijzing ten leven is. Een leven is wat anders dan een ten uitvoer brengen van voorschriften. De Heere heeft geen lust aan onze dood, maar daarin dat wij leven. En daarom komt de levende God ook niet tot ons met het gebod op gebod, met een regel op regel. Maar hij geeft aan degenen die hem vrezen, verlicht de ogen des verstands, opdat zij zijn woord en zijn wil zouden verstaan en dien overeenkomstige weg zouden kiezen. Hierop moet zich dan ook welbewust richten de bediening des woords in de gemeente van Christus, opdat het mogen komen telkens weer tot de eigen daad ter geloofskeuze. En dit kiezen van onze weg in dat het koersen van ons leven komt zo uit hoe ons hart met het Heeren woord moet werkzaam zijn. En dan moet de gebondenheid aan het woord leiden tot eigen geloofsdaad, tot de persoonlijke wilskeuze. De waarheid zal u vrijmaken. In dit bewust kiezen van de weg bloeit het leven der genade in vrijheid. Zo genieten degenen die de Heere vrezen de weelde van het leven. Dat is de vrezen des Heeren waarlijk, het beginsel der wetenschap en der wijsheid. Dan leren wij door het beginsel des Heeren onderwijzing, de wegen waarin waarlijk het leven en vrede en blijdschap en het geluk bloeit. Dan worden we niet betoverd door de gedaante deze wereld, doch zien in heilige nuchterheid het licht des Heeren waarin het leven is. Nu is dit kiezen van de weg waarin wij wandelen moeten, altoos vrucht van biddend zoeken. In verband met de zwakheid van hun geloof is er bij degenen die de Heere vrezen ook een dwalen. Maar aan allen die de Heere vrezen geeft de Heere onderwijzing. Daarom is er ook bij hen altoos weer een komen tot het licht, een weer vinden van de weg des levens. En dit weer vinden geschiet alleen in de weg van de vrezen des Heeren. Daarom is ons telkens nodig een weer wijken uit de woeling der beweging en een naderen tot de Heer alleen, een zuchtend zoeken van zijn woord. Maar dan worden in onderwijzing ook onze zielen weer vrijgemaakt. Dan
Deze onderwijzing geeft de Heer aan degenen die hem vrezen, die daar bidden. Maak mijn voetstappen vast in uw woord en laat geen ongerechtigheid over mij heersen. En die belijden: mijn ogen zijn geduriglijk op de Heere, want hij zal mijn voet uit het net voeren. Twee. Aan dit geloven gaan in de wegen waarin wij naar het woord des Heeren moeten wandelen, is de genieting des levens verbonden. En een andere genieting des levens is er niet. Dit is altijd het kenmerk van het wandelen in de wegen der eigenwilligheid, dat daarin wel is een ogenblikkelijke bekoring, maar dat daarin ten eenenmale de vrede wordt gemist. De begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde, en de zonde voleindigd zijnde baart de dood. En deze verdes doods geldt voor het bestaan der eigenwilligheid, ook wanneer dit wordt geleid in religieuze vorm. Er is geen ware genieting des levens dan daar waar de ontmoeting is met de eeuwige. En wij vinden de eeuwigheid niet dan in de weg der onderwijzing, in zijn eigen openbaring. David handelt in deze levensgenieting als hij zegt: zijn ziel zal vernachten in het goede. Hij stelt dat goede voor als een woonplaats waarin de gelovige duurzaam verkeren zal. Het goede is het goede dat het deel is der gelovigen, is niet een tijdelijke, onzekere genieting die straks weer wijkt en slechts de herinnering nalaat. Maar het is de vaste woonplaats waaruit zij niet verdreven kunnen worden. Zij genieten dat goede des Heeren in het land der levenden, ongetwijfeld ook in de uiterlijke zegeningen, die de goede hand des Heeren dag aan dag hun doet toekomen. Ook in de betrekking tot de uiterlijke zegeningen is het woord waarachtig. De goede tierenheid des Heeren is elke morgen nieuw. Maar even zeker is dat dit goede niet tot de uiterlijke zegeningen is beperkt. Daarin juist is het leven in de vreze Gods onderscheiden van het leven dat aan de Heere vreemd is. David zingt zijn levensblijdschap uit in deze psalm, waarin zoveelerlei smartklachten staan. En ook dan nog sterft de levensblijdschap niet. Daarin juist komt de waarachtigheid van onze levensblijdschap uit, wanneer die stand houdt tegenover de bittere ervaring van de praktijk. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo zijt gij de rotsteens mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Ach, er is in heel deze donkere wereld maar één waarachtig goed. En dat ene is het zijn nabij God. Het is het horen van zijn stem, want de opening zijner woorden geeft licht. En als wij leven bij het woord Gods, dan zien wij de overwinning van dat licht op al de nu drukkende donkerheid. Dat is het wilde voorrecht dergenen die de Heere vrezen, dat zij in aanbidding mogen aanschouwen de werkende Heeren en dan zien de toegesloten wegen geopend. Dan ziet Abraham de kroon hem van de Heere bereid en dan komt Davids ziel in ontvoering vanwege de barmhartigheden en de goede tierenheden des Heeren die van eeuwigheid zijn. Dan zullen wij roemen in het goede, ook als de vijanden vermenigvuldigen en haten met een wrevelige haat, dan zien wij de kroon die niet verwelkt.
Zie, het komt hier alles aan op de vrezen des Heren, die op die gelovige zielspanning der aanbidding. Daarvan alleen hangt af of wij het goede hebben. Van dit ene of wij schuilen in Gods werk, gelijk het centraal geopenbaard is in de Heer Jezus Christus. Dan zien wij de overwinning der vijandschappen. Dan zien we het leven dat triomfeert over de dood. Het komt erop aan dat wij bij dat licht leven. Dat wij door deze openbaring Gods onze daden laten bestieren. Dan genieten we het goede, omdat we de overwinning genieten. Ook al is die overwinning nog niet ten volle openbaar. Al schijnt de praktijk telkens weer in tegenstelling, zo heeft Habakuk het goede genoten te midden der benauwing. En het heeft hem doen zingen, de psalm der levensvreugde. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zal zijn, dat het werk des olijfbooms liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in de Heer van vreugde opspringen en ik zal mij verheugen in de God mijns heils. En eerst dan, als wij zo geleerd hebben het goede te genieten, ook ten dagen der benauwing, eerst dan kunnen wij het goede des Heren genieten in het land der levenden, ook als benauwing wijkt. Dit leven in de vreze des Heren, dat opkomt uit de overwinning, heeft ook de belofte voor de toekomst. Ach, wij kunnen ons beijveren, heel ons lange leven door, maar wij zijn onvruchtbaar en laten geen spoor na, indien ons ijveren niet geboren is uit de zielspanning van de vrezen des Heren, dan leidt onze ziel in dat ijveren slechts schade. Slechts waar de vrezen des Heren is, daar is de arbeid niet ijdel in de Heren. En van die toekomst gewaagt hier ook de psalmist als hij zegt, en zijn zaad zal de aarde beërven. Hier is een uiting van optimisme des geloofs. En dat is het optimisme dat een goede grond heeft, omdat het rust op het fundament van het werk des Heren, dat niet wankelen zal. Ach, wat zullen wij verwachten, indien wij de Heren niet vrezen, indien wij niet in het heiligdom zijn ingegaan, indien wij niet in aanbidding van den levende God ontmoet hebben, indien wij in de Heere Jezus Christus niet hebben leren zien de beschaming van alle gedachten des vleeses en de openbaring van de des Heeren goedertierenheid aan degenen die hem verwachten, dan moeten wij wel zeggen, nu zal ik deze dagen door de hand mijner vijanden omkomen, dan zijn wij ongewapend tegen de verwoestende aanvallen der zonde, dan is er niets dan zwarte slechtheid, maar die de Heeren verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zien de banden der dienstbaarheid losgemaakt. Zij zien de heerlijkheid des Heren ook over hun kinderen. Ze zien het leven opstaan in vrijheid onder de glimlach van Gods genade. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heren, wees sterk. Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op de Heere. 3. En nu heb ik nog de allergrootste schat dergenen die de Heere vrezen niet aangewezen. Dat allergrootste en allertederste wordt genoemd in vers 14,
De verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen. Het woord hier is verborgenheid vertaald. Het woord hierdoor verborgenheid vertaald is niet hetzelfde als het woord dat hier gebruikt wordt in Psalm 78. Ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van oudsher. In deze 78ste psalm wordt het woord verborgenheden bedoeld dat in de historie van Gods daden niet slechts gekend moet worden door uiterlijke feiten, doch dat daarin verstaan moet worden de bedoeling des Heeren in de feiten. Maar hier in de 25ste psalm wordt een ander woord gebruikt, een woord dat kan worden weergegeven door geheimenis of fluistering. Het gaat hier over zulken spreken als slechts gevonden wordt daar, waar innige zielsgemeenschap is, over het fluisteren der liefde, waarin de verborgenheden des Heeren worden geopenbaard. Het gaat hier over dat spreken dat de innerlijke roerselen van het zielenleven in bewegingen brengt. Dat is het eigenlijke spreken. En dat spreken maakt zo rijk. Het doet de zonneglans gaan over uw hart. Hierom maakt het vele spreken des mensen zo onuitsprekelijk moe, omdat er geen verborgenheid in is. Omdat er slechts geen bedoelen van verborgenheid in is. Omdat er niet in wordt gezocht, een uitstorten van het hart, omdat het veelal juist gebezigd wordt om de verborgenheid verborgen te laten. Dan is onze vele praten als een muur waarachter wij ons verbergen. Of, dat is de andere zijde, de verborgenheid is er wel in. U wilt in uw woord uw ziel doen spreken, u hunkert naar contact en zielsaanraking, maar de luisterende mist het vermogen om de verborgenheid te verstaan en stelt zich met een woordenklank tevreden. Dat is het leed van zoveel leven, dat het de verborgenheid niet kent en dat het in de verborgenheid niet wordt verstaan. En dan gaan de pratende mensen als gemaskerden voorbij aan elkaar. Zo is er ook een bedroeven van de Heilige Geest, indien wij het woord Gods wel horen, er ook wel wat van begrijpen en onze beschouwing erover laten en het zelfs wel prijzen, terwijl wij vreemd zijn aan de verborgenheid des Heeren. We weten het zo goed en verstaan het zo goed dat er voor ons geen verborgenheid in is. Wij kunnen het uitleggen in systeem brengen en roemen ons rijk en verrijkt. En dan zijn wij eerst recht vreemd aan de Heere en aan zijn woord. Hierin wordt God verheerlijkt dat zijn verborgenheid is voor degenen die hem vrezen, voor hen wier zielen in aanbidding op hem zijn gericht, wier zielen hopen zich concentreren, samentrekt op de Heere, wier ogen gedurig zijn op de Heere. Die ontmoeten de verborgenheid des Heeren, de liefde fluisteringen des Heeren tot de ziel zijner kinderen. Die kennen de wilde van het verborgen zijn in zijn tent en het betrouwen onder de schaduw zijner vleugelen. Hier is de hartklop van het leven der genade in de mystiek van het ontmoeten van des Heeren verborgenheid. Dan leren we wat het zeggen wil, dat de Heere spreekt naar het hart van Jeruzalem. En dan kunnen we nu verder in de woorden
in woorden niet vertolken. Dit is het geheim dergenen die de Heere vrezen. Dan drinken ze uit de eeuwig springende fonteinen der liefde. Die verborgenheid des Heeren is altijd in zijn woord. Anders zou het woord des Heeren niet zijn. Maar die verborgenheid des Heeren wordt slechts gekend door degenen die de Heere vrezen. En zij ontmoeten deze verborgenheid des Heeren alleen in zijn woord. Hier wordt dan ook de grens aangewezen tussen het waarachtig leven des geloofs, dat uit God is en daarom de mystiek nooit missen kan. En dat schijnbestaan van vroomheid, dat het woord loslaat en afdoolt in de paden van valse mystiek, dat zo arm is en ongetroost, omdat het de verborgenheid des Heeren niet kent. En dan volgt er nog iets en zijn verbond om hun bekend te maken. Ge ziet wel in uw Bijbel dat het woordje die hier door de vertalers is ingevoegd. Er staat: de verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen. En zijn verbond om hun bekend te maken. Dit is het kenmerk van het verbond, dat het zo innig en teder is, zo teder als de Heere, als des Heeren verborgenheid, dat het bestemd is om bekend te gemaakt te worden aan degenen die hem vrezen. En dan is hier voor dat bekendmaken ook weer een woord gekozen. Dat duidt op de allerinnigste gemeenschap, waardoor het leven wordt aangeraakt, waardoor er mededeling van leven is. Ach, er is ook van het werkverbond al heel wat kwaad gezegd, maar dat toont toch ook onze dwaasheid. Wij moeten van het verbond geen kwaad zeggen, maar we moeten kwaad zeggen hiervan, dat in ons de vreze des Heeren zo gebrekkig is, dat in ons zo weinig is, die zielspanning des geloofs op de Heeren en op zijn verbondsbelofte. Waar die ontbreekt, daar is ook geen kennis van het verbond, al is er ook een roemend praten van het verbond. Maar waar de vreze des Heeren is, daar is een roemen in het verbond. Waarin zouden wij anders roemen? Dit is de tedere verborgenheid die de Heer ons bekend maakt en waardoor ons hart in jubel komt. Dit, dat zijn woord van eeuwigheid is en dat de Heer zichzelf aan ons gebonden heeft door banden die in eeuwigheid niet breken. Dan kunnen wij nu wel prediken, maar dat kunt u slechts verstaan als ge de Heere vreest. En voor zover ge nu de Heere vreest, voor zover nu uw ziel in aanbidding zich op de Heere concentreert, dan hoort ge het woord, maar raakt ge kennis, maar raakt ge in dat woord de verborgenheid des Heeren aan. Dan krijgt ge kennis van het verbond. Daarvoor is het verbond. Om toe te fluisteren aan de verslagenen van harten. Het heilgeheim des Heeren. Bergen mogen wijken, heuvelen wankelen, maar het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Gij verdrukten, door onweder voortgedrevenen, ongetroosten, zie, ik zal uw stenen ganszielig leggen en ik zal u op saffieren grondvesten. Zonder het spreken van het verbond is er geen openbaring van de verborgenheid des Heeren. Alleen daar, waar de banden zijn der trouw, is het ontmoeten der verborgenheid en de genietingen der verborgenheid is het bekennen van de banden der trouw. Zo doet de Heer aan degenen die hem vrezen.
de rijkdom des levens genieten. Het komt alles zo op de Here, op de vrezen des Heren aan. Die maakt ons leven rijk en goed. Die maakt ons in, die brengt in ons het eeuwige licht en doet ons schuilplaats vinden in des Heren ontferming. Om uw naams wil, Here, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heere, want Hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. O, bidden wij om die grote schat van de vrezen des Heeren. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vrezen uw naams.